Welkom bij Gesprekken met aartsengel Michael en bij mijn video's over de alchemie. In deze video zoom ik verder in op het concept van het huis van de ziel. We gaan kijken hoe dat huis er nou precies uitziet. En in deze video zal ik vooral inzoomen op het fundament van dat huis. En dat ga ik ook weer doen aan de hand van mijn alchemistische tekeningen. Zoals altijd begin ik met mijn overzicht van de alchemie. En dan zien we een structuur waarbij verschillende elementen met elkaar samenwerken en een constructie vormen om ons zielsbewustzijn te laten groeien. En onze ziel wordt hier in de vijfde dimensie echt zichtbaar en manifest. En deze hele structuur staat voor ons bewustzijnscircuit, dat dus groeit en zich ontwikkelt. En ja, als het ware zich ontwikkelt vanuit de derde dimensie verder omhoog naar de vierde, de vijfde en zo verder. De grootste uitdaging die we in de derde dimensie tegenkomen is een evenwichtige samenwerking tussen onze innerlijke mannelijke kant, hier aangeduid met de elementen lood, ijzer en goud, en onze vrouwelijke kant, en die is aangeduid met de elementen tin, koper en zilver. En samen zijn zij in staat om ons bewustzijn te laten groeien. En onze mannelijke kant, of ook wel meer onze mentale kant, staat voor bijvoorbeeld onze intentie en focus, een doelgerichtheid. En ook onze waardebepaling over hoe we over onszelf denken. Dus dat is vooral heel mentaal. En onze stevigheid en stabiliteit op de aarde. En aan de vrouwelijke kant zien we hier koper, ons verlangen, onze hartstocht, ons gevoel van meer willen in het leven. We hebben het tin, hier is mijn muis. Het tin, wat staat voor de poort tussen ons onderbewustzijn en bewustzijn, waarmee we dus schaduw, wat we niet zien zitten, weg kunnen stoppen, maar waarmee we dus ook schaduw omhoog kunnen laten brengen om te kunnen transformeren in het alchemistisch proces. En het zilver, onze visie en het inzicht dat we hebben om wijze beslissingen te nemen. Het koper en het ijzer werken met elkaar samen. Verlangen en intentie scheppen een nieuwe werkelijkheid. En ons goud en zilver werken met elkaar samen. Onze waardebepaling gericht op wat nou echt waar is. En de visie van wat nou echt zuiver is en wat schoon is en mooi. Samen maakt dat ons bewustzijn zo groeit dat we de dingen kunnen doen die echt goed zijn. Dus met andere woorden, goud en zilver staan voor een hoger geestelijk bewustzijn, waarbij we dus hogere geestelijke waarden gaan ontwikkelen. En die stijgen daarmee dus uit boven onze eigen intenties en verlangens voor ons eigen plezier, ons eigen gewin, etc. Dus wanneer ijzer en koper en goud en zilver samenwerken, en die heb ik genoemd het creatief centrum, dan kunnen we onze doelen en verlangens richten op een hoger doel en kunnen we dus ons bewustzijn verder laten groeien naar hogere realiteiten en ons steeds meer laten leiden door de werking van de geest. Of ook wel ons hoger zelf of wie we werkelijk zijn. De grootste uitdaging van de vierde dimensie is om onze schaduw zodanig uit te zuiveren dat we alleen nog maar een toestand kennen van vrede en vreugde in onze basis. Lood en tin zijn dan volledig stevig uitgebalanceerd en staan met één been op de aarde. Dat staat voor stevigheid, zelfvertrouwen en vrede. En vrede betekent dus dat we geen gedachten hebben die tegengesteld zijn aan vrede, zoals onvrede, angst, dat soort zaken. En we kennen hier met deze poot in het water, en water staat ook wel voor onze emoties, alleen nog maar de emotie vreugde. En dat betekent dus dat we onze schaduw zodanig hebben uitgezuiverd dat alles wat geen vreugde is en ook gedachten die geen vrede zijn, naar boven hebben gebracht, uitgezuiverd hebben en het hele alchemistisch proces. En dat betekent dus dat we, wanneer we dat van beneden af naar boven brengen, dat het geleerde, wat we geleerd hebben in het alchemistisch proces, dat we dat eens naar beneden brengen. En dat zich hier stabiliseert. Dus vrede en vreugde in de vierde dimensie leidt ertoe dat we de kroon op het alchemistisch werk kunnen bemachtigen.
En dat betekent dat we steeds hogere denkbeelden gaan ontwikkelen van wie wij nou werkelijk zijn, die dus uitstijgen boven ons materiële zelf. We krijgen in de vierde dimensie hulp van deze twee elementen, engelengoud en engelenzilver. En die staan voor ons hoger goud en hoger zilver. En dat wil zeggen dat ze zich bevinden in ons bovenbewustzijn. In ons dagelijks bewustzijn zijn we ons dus niet bewust van deze elementen. En we zijn ons ook dagelijks niet bewust van de echte overtuigingen die we daadwerkelijk koesteren. In die vierde dimensie zijn die als het ware verborgen. En die moeten we dus in het alchemistisch proces eerst omhoog krijgen. Dat betekent zoveel als dat we de beelden die we hebben gekoesterd, die eigenlijk niet waar zijn, hier elimineren en loslaten. Zodat we ons hier in ons bovenbewustzijn nieuwe beelden kunnen vormen. En die worden steeds meer ingegeven vanuit geest, vanuit de invloed van boven. Alleen ons begrip van die hulp van boven is nog niet ver genoeg gevorderd om echt goed te kunnen begrijpen hoe de geestwereld er nu eigenlijk uitziet. We kunnen wel onderscheiden al dat die bestaat uit drie elementen. En zo is dat ook in diverse religies aan ons oog geopenbaard eigenlijk, hè, wanneer het gaat over de drie eenheid en dat soort zaken. En vanuit deze basis gaan we contact maken met ons engelenijzer en engelenkoper. En dat betekent dus dat we ons af gaan vragen wat wij vanuit deze nieuwe toestand, dit nieuwe beeld van onszelf, eigenlijk zouden willen. Want koper en ijzer staan voor verlangen en intentie, zoals we hier ook hebben gezien. En nu komen we zover dat we erachter gaan komen wat het verlangen en de intentie dan zijn van geest en van ons hoger zelf. En dan komen we erachter dat onze ziel, ons zielsbewustzijn, eigenlijk richting geest wil bewegen. En we komen erachter dat geest naar ons, naar onze ziel wil bewegen. Dus het engelenkoper en engelengoud staat zoveel als het verlangen van de geest om tot ons te reiken. En het engelenzilver richting het engelenijzer gaat er zoveel om dat we de beelden die we werkelijk over, of de beelden die we over onszelf hebben, dat we die werkelijk vorm willen geven en intentie willen bijzetten. En zo vragen we eigenlijk wat Gods wil voor ons is. En wat we dan eigenlijk zouden kunnen en willen doen vanuit deze hogere zienswijze van onszelf. Wanneer deze samenwerking tussen engelengoud en engelenzilver en engelenijzer en engelenkoper ontstaat, wordt hierin, in dit creatief centrum, wat staat voor fixatie, de ziel als het ware gefixeerd of zichtbaar gemaakt. En dat betekent dus dat we gericht zijn op het doen van onze hogere wil, of noem het maar de wil van God. En die bestaat er eigenlijk uit dat we erachter komen dat geest tot ons wil naderen en dat wij naar geest willen naderen. En dat wie die wij is die dat wil doen, dat is dus onze ziel. En hier krijgt die ziel duidelijk de overhand. De vijfde dimensie staat er dus voor dat onze ziel de leiding krijgt over onze acties en onze gerichtheid. En daar staat het engelen, ijzer en koper voor verlangen, intentie en ook echt het doen van de wil van God of de wil van ons hoger zelf. En dat is nog een belangrijke ander aspect van hier die vijfde dimensie en dat is ware openheid. En dat betekent dus dat we onze ziel echt de vrijheid geven om vanuit ontvankelijkheid en openheid te gaan ontdekken wat er dan nog meer te ontdekken valt in die hogere dimensies. Wanneer je goed kijkt, dan zie je dat hier dat zesde vuur, waarin we dus contact maken met dat engelenkoper en engelenijzer, dat dit als het ware een soort van bedding of basis, of noem het ook maar kelder, is van dit huis. En wanneer we dus ons bevinden in dat zesde vuur en dus steeds meer gericht zijn op het doen van onze hogere wil, ons hogere verlangen, dan zijn we dus eigenlijk een nieuwe bedding aan het opbouwen. En die is eigenlijk die basis tweeledig, want hij heeft hier een basis in vrede en vreugde. En die basis hier is nodig om vertrouwen te ontwikkelen, om hier er steeds meer zeker van te zijn dat we er echt op kunnen vertrouwen dat onze acties gericht zijn op dat hogere. Dus dat we niet continu hoeven te vragen of we het nog wel goed doen, maar dat we er steeds meer op kunnen vertrouwen dat onze acties
gewoon gericht zijn op dat hogere. Dus hier stemmen we als het ware ons bovenbewustzijn af, zodat we continu een soort van vertrouwen, een basisvertrouwen hebben, dat al onze acties hier gericht zijn op het hogere en dat de ziel hier echt de leiding heeft. En dan zullen we hier zien, hier dat, ja, wat is het, een soort van zolder, dat die ziel steeds verder ontwikkelt en hier de volgende dimensie benadert. En ik heb die genoemd de zesde dimensie, fase van weer nieuwe onderwijs, zoals ik het noem, waarbij er weer nieuwe werelden zich zullen ontvouwen. En we kunnen hier nog niet zien of dit alleen maar een dak vormt van dit huis, of dat het nog heel veel meer verdiepingen gaat kennen, of dat er een heel flat gebouw bovenop komt. De verwachting is dat er een hele groei aan bewustzijn nog verder gaat plaatsvinden. Dus dat deze structuur zich nog steeds verder en verder en verder gaat ontwikkelen. En dat betekent dat hier die basis dus wel goed moet zijn, want die gaat zich een heel groot huis op vormen. Dus dat huis van de ziel dat hier ontstaat met deze basis, gaat nog veel verder groeien en nog heel veel meer, wellicht verdiepingen en misschien ook wel andere uitbouwen kennen dan wat we nu kunnen overzien. Tot zover deze video over het fundament van het huis van onze ziel dat zich dus bevindt in die vijfde dimensie. En wat dus voortbeduurt op dat gevoel van vrede en vreugde dat we bereiken naarmate we ons alchemistisch werk op een goede manier doen en we die alchemistische kroon op het werk bemachtigen. Dus vrede en vreugde leidt tot een basis van vertrouwen dat we dus bovenbewust altijd afgestemd zijn op ons hogere verlangen en op onze hogere wil. Of dat onze wil in overeenstemming is met de goddelijke wil. En nou ja, dat is dus een basistoestand die nodig is om verder te groeien in bewustzijn en steeds meer contact te kunnen maken met geest, met de geestelijke dimensies. En om verder te groeien ook vanaf de zesde dimensie en verder, waar we dus ook weer nieuwe informatie en inzichten zullen gaan verkrijgen. Nou, maar dat komt de volgende keer. Tot zover dus deze video. Ik hoop dat die weer inspirerend was en graag tot de volgende keer.